Vorig jaar nog zei Stadse Oost na een grondige renovatie van het Oosterpark dat er nog maar plek zou zijn voor twee grote evenementen. Het zijn dan Kitty Kotti en, uh, en Roots. Een jaar later zijn bewoners bang dat er toch een derde evenement aan dat rijtje wordt toegevoegd, namelijk het Terrassenfestival. Stichting Herstel Oosterpark wil dat kosten wat kost voorkomen en stapt daarom naar de rechter. We doen dit niet om het evenement tegen te gaan omdat we het niet leuk vinden. We vinden het een geweldig evenement. De grond wordt ingeklonken en daarmee ook. Dus ook de bomen, de struiken enzovoort. En daar gaat het ons om. Dat het gewoon het park wordt, is al verwoest, maar wordt alleen nog maar qua flora en fauna nog meer verwoest. Het is niet de eerste keer dat de club iets probeert tegen te houden. Eerder wilden ze appelsap en een 1 mei-viering voorkomen. En ook deden ze een beklag over Ketty Kotti. Er worden heel veel dingen georganiseerd in andere parken. Waarom krijgen we nou steeds het Oosterpark hier voor de rechter? Om de. Om, uh, 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 dat zou de tegenvraag willen stellen. Gaat u eens na hoeveel evenementen er plaatsvinden in het Oosterpark. Nou, daar willen we dus nu gewoon vanaf. En nogmaals, het gaat ten koste van het Oosterpark. De gemeente zegt dat het allemaal wel meevalt. Aangezien er maximaal 2000 bezoekers tegelijkertijd op het terrein zullen komen. tijdens het terrassenfestival. En dat moet het park makkelijk aankunnen. Onzin, zegt de stichting. Zij schatten het aantal bezoekers op bijna 30.000. verdeeld over drie dagen. Op Facebook hebben inmiddels een kleine 15.000 mensen aangegeven te willen komen. Nou, hoe willen ze dit handhaven? Ik heb geen idee. Burgemeester Van Laan, ik zeg u. Er komen veel meer mensen dan wat er dus nu wordt gesteld. En dat zou het park dus absoluut niet aankunnen. Zowel de gemeente als de organisator van het festival wilden vandaag niet reageren op de zaak. De uitspraak is volgende week. Dan wordt duidelijk of het festival plaats kan vinden op 1, 2 en 3 september.